Hallo allemaal. Steeds meer Nederlanders moeten niks hebben van kernenergie. Meer dan de helft is er al tegen. Dat staat in een onderzoek dat vandaag bekend is gemaakt. Over kerncentrales wordt al jaren gebekvecht in Nederland. Veel mensen vinden het een heel gevaarlijke manier om stroom op te wekken. Als er iets fout gaat in een kerncentrale, kan er gevaarlijke straling vrijkomen. 2 jaar geleden, in 1985, waren nog 37 van de 100 Nederlanders voor kernenergie en 46 van de 100 tegen. Maar nu zijn er nog maar 20 van de 100 mensen voor en 56 van de 100 er tegen. En dat is dus meer dan de helft. Nou hebben we in Nederland 2 kerncentrales, 1 in Borselen en 1 in Dodewaard. Al jaren wordt er gepraat of er nieuwe kerncentrales moeten worden bijgebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat 9 van de 10 Nederlanders er geen nieuwe kerncentrales bij willen. En zelfs wil meer dan de helft dat de centrales in Borselen en Dodewaard gesloten worden. Dat de Nederlanders steeds meer tegen kerncentrales zijn, komt vooral door het ongeluk met de kerncentrale van Tsjernobyl in de Sovjet-Unie vorig jaar. Vandaag vertelde de minister van kernenergie in de Sovjet-Unie aan journalisten wat precies de gevolgen van die ramp zijn geweest voor de mensen die daar in de buurt wonen. De ramp zou alles bij elkaar aan 30 mensen het leven hebben gekost. 237 mensen hebben stralingsziekte gekregen, maar de meeste van hen zijn alweer beter volgens de minister. In de omgeving van Tsjernobyl hebben niet meer mensen kanker gekregen dan normaal. En ook pasgeboren baby's hebben niet van de ramp te lijden gehad. Dat zegt de Russische minister. Toch zijn ze flink geschrokken van de ramp. De veiligheid van de kerncentrales in de Sovjet-Unie is daarom vergroot. En ook krijgen de mensen die er werken nu een betere opleiding. Toch denken veel mensen, ook in Nederland, dat kerncentrales nooit veilig kunnen worden. En omdat het zondag precies een jaar geleden is dat de ramp bij Tsjernobyl gebeurde, is er dit weekend een grote demonstratie bij de kerncentrale van Borselen. Çocuk bayramı vesilesiyle bütün Türk ve dünya çocuklarının bayramını kutlar, hepinizin gözlerinden öperim. Met deze woorden gaf de Turkse minister-president, premier Özal, het startsein voor het grote kinderfeest in Turkije. Honderden kinderen uit verschillende landen zijn deze dagen hier op bezoek om aan het feest mee te doen. En ook uit Nederland zijn er kinderen hier naartoe gekomen. Vorige week waren de 22 kinderen uit het Brabantse Os al in het jeugdjournaal te zien. Die dag vertrokken ze naar Turkije. Het zijn leerlingen van een paar basisscholen. En al weken van tevoren moest er hard worden geoefend. Want net als de kinderen uit alle andere landen moesten ook de Nederlandse kinderen op het Turkse feest optreden. En het feest dat is er niet voor niets, want elk jaar op 23 april herdenken de Turken een bijzondere gebeurtenis. Bijna 70 jaar geleden, in 1920, mochten de mensen in Turkije voor het eerst zelf een regering kiezen. Dus zelf beslissen wie de baas werd in hun land. En de dag dat dat gebeurde, wordt sindsdien elk jaar gevierd met een groot feest. Een feestdag speciaal voor kinderen. En bij een feest zoals hier horen cadeautjes. Elke groep kinderen had iets uit zijn eigen land meegenomen voor de mensen van de regering van Turkije. En die gaven ook iets aan de kinderen terug, iets typisch Turks. De eerste gekozen president van Turkije heeft in 1920 besloten dat deze feestdag speciaal voor kinderen is. Want, zei hij, van een land, de toekomst van een land hangt vooral af van de kinderen. Uit heel wat landen lieten de jonge feestvierders speciale dansen zien. En daarbij ging het niet om een wedstrijd, maar om elkaar iets meer te laten zien van hun eigen land. Op dit moment is het feest in Turkije nog in volle gang. Tot vanavond laat treden alle kinderen uit de verschillende landen nog een keer op in een groot stadion met duizenden mensen publiek. Door een ingestort viaduct vlakbij het Limburgse plaatsje Echt was vandaag een groot deel van een snelweg voor al het verkeer afgesloten. En lange files en uren wachten dus voor de mensen die nu zelfs via België moesten omrijden. Een zware vrachtwagen kreeg vlak voor het viaduct een klapband. De auto begon te slippen en met een behoorlijke snelheid botste die tegen de middenpaal van het viaduct. Meteen daarna stortte de hele brug in. De chauffeur ervan, van de vrachtwagen, kwam bij dit ongeluk om het leven. Het was zo'n ravage dat vandaag een groot deel van de autosnelweg moest worden afgesloten.
Lange files en uren wachten waren het gevolg. De langste rij auto's vanmorgen was 17 kilometer. De mensen werden zoveel mogelijk omgeleid via andere wegen en ze moesten erbij zelfs een heel stuk door België rijden. Maar de douane was vandaag wat soepeler dan anders en controleerde bijna niemand. Morgen is alles waarschijnlijk weer opgeruimd en dan kan de snelweg weer gewoon worden gebruikt. Elk jaar worden er duizenden fietsen gestolen. Vorig jaar alleen al zo'n 600.000. Een groot deel van die fietsen komt uiteindelijk wel weer op het politiebureau terecht. Daar hebben ze rekken vol met gevonden en gestolen fietsen. Maar er staan er vaak zoveel dat het voor de politie niet meer te doen is om de eigenaars op te sporen. Ook al zit er een postcode in de fiets gegraveerd. Maar vanaf vandaag wordt er iets aan gedaan. Iedereen kan voortaan zijn fiets laten registreren. Dat wil zeggen dat je fiets in een landelijke computer gestopt kan worden. En de politie kan daardoor sneller de eigenaren van de gestolen fietsen terugvinden. Dat registreren, dat kost een tientje en dat gaat zo. Allereerst moet je je fiets in ieder geval laten graveren. Dat kun je bij elke rijwielhandel laten doen. Onder het zadel komen je postcodenummer, je huisnummer en je fiets en je slotnummer te staan. En dan vraag je om een aanmeldingskaart. Die kaart die vul je in en die stuur je dan op naar de fietsenregistratie. En 14 dagen later krijg je dan een registratiebewijs. Het bewijs dat de gegevens van jouw fiets in de computer zitten. Alle politiebureaus geven nu telkens aan die computer door welke fietsen er bij hen in het rek staan. En tegelijkertijd moet jij, als je fiets dan gestolen is, dat doorgeven aan de computer door deze kaart in te sturen, een meldingskaart. En dan weet de computer dat je fiets gestolen is. De computer weet dan dus welke fietsen er gevonden zijn en welke gestolen. En zo kan die zien dat jouw fiets, die bijvoorbeeld in Utrecht gestolen is, bij de politie in Nijmegen in het fietsrek staat. Alle geregistreerde fietsen die krijgen een gele band om de postcode. Zal ik even laten zien. Hier zie je de postcode en die gele band die gaat er dan zo omheen. En zo kan de politie dan sneller zien dat de gevonden fiets in de computer zit. Nou, dit hele systeem dat kan natuurlijk niet voorkomen dat fietsen gestolen worden, maar het helpt wel om een gestolen fiets sneller bij de eigenaar terug te brengen. Voetballer Marco van Basten speelt het volgend seizoen niet meer bij Ajax. Hij gaat voetballen in Italië voor een van de beroemdste clubs in het land, AC Milan. In Milaan moet Van Basten doelpunten gaan maken, samen met Ruud Gullit, net als op deze beelden van het Nederlands elftal. In Milaan hopen ze dat de twee Nederlanders elkaar ook daar vaak om de nek zullen kunnen vliegen. Marco van Basten heeft in Italië nog geen contract getekend, maar wel werd hij vandaag voorgesteld aan de Italiaanse journalisten. Enthousiaste AC Milan fans ontvingen Van Basten als hun nieuwe held. Hij werd nu al toegejuicht alsof hij topscorer was in Italië. Ook bij de journalisten was er veel belangstelling. Ze wilden van Basten alles weten wat er maar te vragen was. Gullit en Van Basten samen dus bij AC Milan. Dat betekent dat dit niet meer zal gebeuren. Gullit die Van Basten onderuit haalt en daar een gele kaart voor krijgt. En in Nederland zullen we de voetbalkunsten van Basten dus moeten missen. En dit soort mooie doelpunten, hier, dat zal hij voortaan in Italië gaan maken. Het mooiste doelpunt. Morgen wordt het de mooiste dag van de week. Zon, zon en nog eens zon en lekker warm, want 's middags wordt het 20 graden. Dus mocht je vakantie hebben, veel plezier. En morgen zijn we er weer. Dag.